is, we gaan ballen in de mall. Nou, hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze weekvlog. Ik denk dat dit nu inmiddels langer dan 5 jaar geleden is dat ik een vlog op mijn YouTube kanaal heb geüpload. Maar er is superveel veranderd in mijn leven. Er gebeuren continu nieuwe dingen. En ik ben dus nu op een content trip geweest. Want ik maak deze video iets later. Ik dacht, ik moet gewoon even een betere intro video hebben. Want alleen, hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze vlog, is niet genoeg uitleg. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie van deze vlog gaan vinden en of jullie het leuk vinden. En laat me dat vooral ook weten, want dan ga ik hiermee door. Dan ga ik proberen elke week een vlog te uploaden of 1 keer in de 2 weken. Het hangt er echt vanaf. Ook aan mijn drukke planning en mijn schema, maar ik zal mijn uiterste best doen om ten aller tijde iets leuks voor jullie neer te zetten. Maar ik wil wel weten of jullie het überhaupt leuk vinden. Want anders ga ik de tijd en energie er ook niet in stoppen. Ondanks dat ik het zelf fantastisch vind om te doen. En ik ook wel echt merk dat ik het heb gemist. Wil ik natuurlijk wel echt weten wat jullie ervan vinden. Maar goed, geniet van deze vlog. Ik heb er super veel zin in. Laat weten in de comments wat jullie ervan vinden. En doe een duimpje omhoog. En dan wens ik jullie veel kijkplezier. Oké, ik ga boodschappen doen. Ik moet nog even nadenken over wat ik ga maken. Maar ik denk dat het spaghetti gaat worden. Spaghetti bolognese. En omdat het gewoon makkelijk is. En ik heb gewoon echt geen zin in te veel toeters en bellen. Nou, dan zie ik jullie straks. Oké, ik heb de boodschappen gedaan. Ze liggen hier. En ik ga nu naar huis koken. En die kleine in bed leggen. En dan zie ik jullie thuis. Zo. Ik ben lekker aan het koken. Het wordt dus spaghetti bolognese. En ik hou daar echt van. Als je gewoon geen zin hebt in te veel gedoe. Ga voor een bolognese. Echt serieus. Plus, zo'n bolognese pasta is echt niet prijzig. Ligt er natuurlijk ook aan wat je erin doet. Ik denk dat ik nu voor deze bolognese pasta misschien, hoeveel is het? 16 euro of zo kwijt ben. Ik ben naar de FOMAR geweest, by the way. En dat is echt een hele chille supermarkt. Want kijk, tegenwoordig, die supermarktprijzen en zo, maakt niet uit wat je verdient. Zeg, die supermarktprijzen zijn abnormaal hoog. Weet je, laten we eerlijk zijn. En ja, ik doe niet mee aan die bullshit. Dus ik ga gewoon naar de beste supermarkt met de laagste prijs. Check de FOMAR. De Dirk is ook goed trouwens. Is ook een goede supermarkt. Sorry hoor, ik had even een telefoontje. Maar ja, het eten is bijna klaar. En het is nu even wachten. Ik ben nu de pasta aan het koken. Dus ik denk dat ik over 10 minuten kan eten. Super veel zin in. Ik heb echt trek. Ik heb vandaag echt niks gegeten. Nou, het laatste wat jullie hebben gezien was dat ik aan het koken was. Ik ben vergeten om het eten te filmen, maar zo spectaculair was het niet. Dus die bewaren we gewoon voor de volgende keer. Ik lig nu in bed, ik ga slapen. Ik zie jullie morgen dan. Doei! Good morning! Ja, Sofirax op mijn lip. En ik heb slecht nieuws, want volgens mij word ik ziek. Ik heb zoveel last van verkoudheid dat ik gewoon, zelfs met praten, gewoon buiten adem ben. En ik had echt niet verwacht dat het zo zou zijn, eerste vlog. Dus ik ga gewoon even kijken hoe lang ik het volgehouden vandaag. Niet zeg je? Nee, niet overal drukken. Zeg maar hallo. Hallo. Hoe gaat het? Ach, gaat het. Ik ben, wie ben jij? Noe.
En hoe oud ben jij? Noe. 2 jaar. Goed zo. 3 jaar. Oké, ik heb... waarom is de belichting hier zo fucking slecht? Zo. Ik heb de Nutri-Bullet gepakt. En ik stop die nu even in het stopcontact. En ik heb hem al gevuld. Ik heb er... Ja, wat heb ik erin gedaan? Banaan, aardbei, havermout, kwark. Genoeg vitamines. Ik wil echt even... Uit ellende ben ik naar de Jolla Juice gereden. Dus ik ga nu een juice halen. Och, kut ding. En dan ga ik het zo meteen naar de dokter toe. Dus ik ben benieuwd. Maar ik ga nu een juice halen. De meeste mensen die filmen wanneer het helemaal mooi ligt en zo. Nou, ben er maar dan van staan. Want zo ben ik niet. Ik heb een sportshoes genomen. Nou, mijn ginger shot die is al op. En ik heb een sandwich Serrano. Echt super lekker. Hey, het is inmiddels vrijdag alweer. En ik ben dus de hele week ziek geweest. Ik heb dus de camera er niet bij gepakt. Maar ik moet dus morgen en overmorgen echt nog super veel doen. Want ik ga dus op content trip. En ik moest gewoon uitzieken. Ik ben nog steeds niet helemaal 100%. Maar ik moet er gewoon even doorheen, want anders ben ik gewoon niet klaar voor de content trip. En ik heb me nou zo goed voorbereid, ook voor de eerste keer in mijn leven. Dus dit moet gewoon doorgaan. Ik zit echt vol aan de antibiotica. Maar goed, ik ga nu even wat eten, kapot veel vitaminepillen nemen. En dan ga ik eventjes de deur uit en dan even wat frisse lucht inademen en zo. En dan hopelijk voel ik me morgen helemaal goed. Ik dacht, ja, eerlijk gezegd gisteren dat ik me vandaag weer helemaal goed zou voelen. Maar dat is niet waar. Dus ik hou jullie op de hoogte. Maar nu ga ik eventjes naar de stad. Ik moet naar de Primark toe. Ik moet naar de Issy Paris. Want ik moet ook nog een nieuwe foundation halen. Want ik ga namelijk morgen op content trip. En ik heb daar super veel zin in. Alleen ik moest de laatste voorbereidingen nog doen. Want ik ben de hele week ziek geweest. Ik moet zeggen dat ik me nu wat beter voel. Maar ik ga jullie gewoon meenemen. En dan, ja, enjoy! Femke Louise. Late night love in the living room. Maar je weet, ik ben on it. Je weet, ik ben on it. Yeah. Nou, shoppen is gelukt. Ik ben nu bij de hairchef. Ik ga mijn haar fixen. Gewoon de content trip. Het gaat super mooi worden. Dit is mijn favoriete kapper, by the way. Dus, wacht maar, tot het eind is op uit. En het eindresultaat, jongens. Kijk eens hoe prachtig. Zo mooi. De kleur is helemaal mooi. Ik denk dat ik nu echt wel helemaal ready ben voor de trip met de meiden. Heel leuk. Oké, geloof mij. Maar ik heb zoveel spullen gekocht voor deze trip. Ik denk dat ik in totaal iets van 60 outfits heb. Ik ga jullie even laten zien wat ik vandaag heb gehaald. En wat voor mooie haarproducten ik heb meegekregen van de hairchef. Oké, jongens. Ik weet niet of jullie mij goed kunnen zien. Maar ik denk het wel. Laten we beginnen met de haarproducten die ik heb gekregen van de hairchef. En geloof mij, dit zijn echt hele goede producten. Want het hydrateert je haar dus heel erg, waardoor het dus ook sneller gaat groeien. Dit is zijn merk. Check it out. Een shampoo en een conditioner. Een masker. Zo. En een haarserum. Dus dat is super chill. Dan heb ik in ieder geval genoeg mooie producten om deze content trip door te komen. Verder ben ik ook nog even wezen shoppen bij de Pri.
jaar heb ik in ieder geval 2 plak BH's gekocht. Omdat, ja, het is, komt altijd van pas. Deze slippertjes, super cute. Wit, past letterlijk bij alles. Haaraccessoires, hier een wit elastiek en een witte haarband. Verder heb ik bij de Pri nog wat praktische dingen gehaald. Zoals gewoon, weet je, strings voor mezelf om te dragen. Een mooi basic wit setje. Sokken. En ja, dat was het dan voor de Pri. De Ici Paris. Ik had echt een nieuwe beauty blender nodig. Dus ik heb deze gehaald. Super fijn. Deze crème van Bobbi Brown. Dat is eigenlijk een soort van basis voor onder je make-up met vitamine C. Dus die is heel lekker en heel hydraterend. En dan heb ik nog een foundation gekocht van YSL. In de kleur BR40 Cool Scent. Ik ga hem even voor jullie uit de verpakking halen. Zo ziet hij eruit. En ik heb dus voor een iets donkerdere kleur gekozen. Omdat het, ja, ik ben van plan om wel wat vaker onder de zonnebank te gaan. Aangezien we hier totaal geen lekker weer hebben. En een concealer in een iets lichtere kleur. Even kijken, kunnen jullie hem zien? In de kleur... Jemig, wat is dit? LC2. Dus dat heb ik dan bij de Ici Paris gekocht. En daar heb ik nog wat testers van ook. Maar dat is niet boeiend. Daarna ben ik nog bij Kiko geweest. En hier heb ik vooral echt lipliners gekocht. En 1 gloss en een nieuw contourstick. Dit zijn de lipliners. Het zijn, ik ga ze zo wel eventjes voor jullie op mijn hand doen. Dit is de... blush stick, contour stick. Deze is heel mooi, die blush stick. Dat is een soort van beetje paramour-achtig. En nog 2 kwastjes. Een foundation brush en een contour brush. Lip gloss. Ik ga even die lipliners voor jullie testen. Kunnen jullie ze zien? Een beetje nude-achtig. Echt super mooi. En dan heb ik nog 1, die is echt wat bruiner. En ik vond dat wel mooi, want ik heb dus ook nog een lichte gloss gekocht. Maar, kijk, zie je? Die is wat bruiner. Dus ook, is ook wel super mooi en echt prachtig. En dan denk ik dat ik wel klaar ben voor de trip. En dan was dit het. Ik wilde het nog wel eventjes laten zien. Dit is altijd wel leuk. Oké, op beeld ziet het er echt raar uit. Maar ik heb Sam in de oven gezet en ik heb pasta gemaakt. En het is echt heel lekker. Klaar met eten. En dit ijsje is zo lekker. Dit is het... Ja, wat zit erin? Witte chocola, kokos en mango. Fantastisch. Ik ga hem nu eten. Shit. Verkeerde kant. Ach, ik haat dat, hè. Ik had echt moeten voelen waar dat stokje zat. Bruh. Oké, ik ben nu de koffer aan het inpakken. Ik heb hier in deze zakken alle lingerie gedaan. Ik ga gewoon verder en dan zal ik zo meteen wat uit het resultaat laten zien voor de koffer. Dit is de status. Zoals ik net al zei, ik heb net alle lingerie in deze 2 pakketjes gedaan. In totaal zijn dat 17 lingerie setjes. En dan heb ik hier nog wat avondkleding. Ik laat het in Marbella nog wel een keer zien. Ik ga het nu even in de koffer doen. Nou, goedemorgen. Het is maandag. En vandaag is de dag dat wij naar Marbella gaan. Superleuk. Ik ben nu in de auto. Ik ben helemaal voorbereid. Echt, ik moet zeggen, in vergelijking met vroeger ben ik zo georganiseerd. Maar goed. Het is nog 23 minuutjes naar Schiphol en dan gaan we de koffers inchecken. En dan ga ik echt met spoed parfum spuiten, want dat ben ik vergeten. Niet dat ik stink hoor, maar gewoon
zonder parfum voel je je toch altijd wat minder fris of zo. Ik heb ook echt een kutnacht gehad trouwens. Ik heb echt slecht geslapen. En ja. Zometeen ben ik de hele tijd aan het shooten. Maar het wordt nog wel wat, denk ik. We moeten nog de auto ophalen, boodschappen doen, nou, noem maar op. Ik ben benieuwd hoe vandaag zal gaan lopen. Oké, ik ben op Schiphol. Ik heb de koffer ingecheckt. Ik heb de koffer van mijn nicht gestolen. Echt super lelijk. Kijk. Eeuw. Echt lelijk. Oké. Deze meid ging net midden in Schiphol haar broek naar beneden trekken voor een reel. Ja, soms moet je er wel wat voor over hebben. Maar ik zeg eerlijk, ik tril nog wel helemaal, want het is eigenlijk wel doodeng. Ja, maar is wel leuk. Ik ben gewoon bang, dus klapt iemand me, weet je. Dat is ook wel weer bezig. Maar zag je die check ook als ze keek? Ja, ik snap het ook. Ik zou ook doodschrikken als iemand op doet. Nu is Femi aan de beurt. Oh ja, ik ga ook een beetje naar beneden trekken. 16. Kijk, zo gaat dat. Dan maken we reels. Lisa en Anna die gaan nu een reel maken. Dit zijn dus al die video's die jullie de hele tijd zien. Dit, zo gaat dat dus. Ja. Even snel een broodje halen bij de Laplace. Want ik heb nog niet ontbeten. En ik heb echt super erg trek. Duurt wel altijd super lang hier. Dat is wel echt heel erg vermoeiend. Maar goed, als ik maar wat kan eten, want ik ga echt kapot. Oké, we zitten in het vliegtuig. Ja. Kijk, deze beauty. Ah. En er was net echt iets heel ergs gebeurd. Er werd dus iemand onwel. En we hadden vertraging, een heel gedoe. Maar eindelijk zitten we in het vliegtuig. En weg met deze pleurisregen. Echt klaar mee. Hoor. Bye. Wat zeg je? Oh, je moet kijken als het vliegtuig hier neer. Ja, overleef het wel. Oh ja, en hoe denk jij dit te overleven dan? Nou ja, gewoon een plontje, net zoals van de 3 meter hoge Duitsland. Jij wel. Ja. Gewoon een plontje potlood naar beneden. Ja, een pilootje. Nee, hoe zijn dat nou? Pilootje. Nee, kijk, hier overleef je het al 1 keer, want dit is zo steen. Maar is zegt, hier in het water. Ja, dat is niet lekker. Dat breekt je wel wat. Vertel eens, wat heb jij geleerd op Spaanse les? Yo soy Ana. I tiene una hermana. I una hermano. Ja? Mi padre vivir in en Nederlands, geen idee wat dat in het Spaans is. En meer Hollanda, dat is letterlijk het makkelijkste. Hollanda. Dat heb jij niet geleerd. Nou, we zijn dus geland. We gaan nu de koffers ophalen en dan gaan we naar het huis. En ik ben heel benieuwd. Oh, de deuren gaan automatisch open. Oh, wat is kijk. Wat is dit? Oh. Kijk, dit moeten ze dus niet doen, hè? Dit. Oké, niet kijken. Nu de shuttle. We zijn onderweg naar de huurauto. En dan gaan we lekker naar de villa. Het is een beetje gedoe, want er waren dus 2 auto's gehuurd bij 2 verschillende bedrijven. Waardoor we moesten gaan splitten. Dus, maar ja, het komt helemaal goed zo. Dit is onze whip voor de aankomende dagen. Lekker een ruime auto waar we met z'n allen lekker in kunnen. We gaan nu de 2e auto ophalen en dan gaan we lekker naar het huis. Super leuk. Oké, dus Anna heeft toch net wat gedaan. Oh mijn god, luister dit. Ze zit eventjes de pont te filmen in deze spiegelraam, in dit spiegelraam. Oh ja. Mijn god. Maar dan kijk gewoon, dan. Hier zien ze het gewoon. Ze keken allemaal naar me. Even laten zien hoe dat raam van de buitenkant uitziet. Dat moeten jullie zien. Het is echt een spiegel. Ik ken helemaal mijn ding. En hier stond ik dan. We hebben goede gedrag. En ze zien ons gewoon. Echt zo lelijk. Oh. 2e auto opgehaald. En we gaan nu naar de villa. Ik
van Colorisa. Ik kijk je aan en mijn shit gaat op en neer. Yeah, yeah, yeah. Ik kan je teasen, kan je het. Kijk dan, wat een gekke. Oh, ja. Kijk eens. Wow, hey, dit is niet normaal hoor. Even een korte roomtour. Dit is mijn kamer met een balkon. En kijk hoe cute. Daar ligt mijn tas al. En dan heb je nog een prachtige buitenruimte. En om niet te vergeten, is hier een glam room met kasten, een poef. En dan is hier de badkamer met een fucking bad. Prachtig. Kijk ook even hoe mooi de woonkamer is en deze keuken. Wauw, en de eettafel. En het zwembad. Prachtig. Kijk. En een heerlijke buitenruimte. Waar we echt lekker kunnen gaan chillen en foto's maken. En het is echt fantastisch. Nou, ik ga dus nu de kast inruimen. Of nou ja, dat was ik aan het doen. Maar ik word nu geroepen, want we gaan even boodschappen doen. Dus dit ga ik zo meteen afmaken. Lekker boodschapjes doen. Lekkere snackjes halen. Super veel zin in. Nou, klaar met boodschappen doen. Nou, helemaal klaar. We gaan even ergens eten. Ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Yeah, what kind of ice name? Do you guys like tartar or carpaccio or ricotta? Oh, yeah. I like it all, me too. Ja. Ik heb genoeg verlaag op. Oké. Oh shit. Zie je, dat is dus echt totaal niet sexy. Maar wel leuk. Holy shit, wat een kazi. En ook nog is het dit. Het is gewoon te veel, jongens. Het is gewoon te veel. We zeiden, wil je pasta met kaas? En wij zeiden, ja, lekker. Lekker. Ik ga kaas met wat pasta. Heel veel kaas. Daar één pastaatje. Wauw. En een beetje... But you guys eat a lot of cheese and vanilla. Mwah. No? Deze was het goed. Als je mijn mening vraagt, is dit denk ik echt de slechtste pasta die ik ooit heb gegeten. Ik begrijp de hype niet. Hij vertelt dan ook nog maar eens even wat het kost. Ja, het kost 45 euro. Maar echt oprecht, hè. Soms sturen mensen dingen door en dan denk ik echt van, wat is er mis met je smaakpapillen? Good morning. Ik heb echt super lekker geslapen. Het is echt lekker wakker geworden hier. Ik ben wakker geworden door het licht van buiten. Het is super chill. Nou, ik ga nu even naar buiten. Ik ga mijn dag starten. Ik heb al gedoucht. Ik heb in principe alles al gedaan. Even alles in de oplader zetten en doen. En dan... even lekker een kopje koffie maken, daar heb ik zoveel zin in. Kijk hoe vol is mijn laptop. Ook niet vol dus. Oh mijn god. Goedemorgen! Ik was er echt te denken, ik was sowieso komt iemand zo op. Oh. Oh. Hoe heeft u geslapen?
was slecht en gewoon goed. Ik heb een knuffeltje mee, kijk. Ach, oh, zo schattig. Heb je deze al vanaf je geboorte? Ja, die heet Frummel en dan zit ik hier aan te pielen en dan ga ik lekker slapen. Oh, Frummel, ik ga stuk. Ja, hoor je teetje? Ja, ik heb mijn wimpers afgegaan. Oké, we zijn aan het shooten. En Laurel, die is koffie aan het maken. Hi! Lord! Oké, we hebben de hele dag geshoot. We gaan nu even lekker wat eten. Vandaag hebben we de hele dag geshoot ook, dus vandaar ook een beetje een rustig vlog. Maar ik ga jullie gezellig meenemen naar het avondeten. We gaan naar een heel leuk strandtentje waar je lekker paella kan eten. Want we zijn natuurlijk in Spanje. En ik heb heel veel zin in paella. Ik weet niet eens wanneer de laatste keer is dat ik dat heb gegeten. Maar vanavond is het moment dat ik dat ga doen. Ik wacht gewoon om te eten. In het restaurant een liter sangria besteld. Yay! Femke Louise, ik kijk je aan en als je het gaat op en neer. Yeah, yeah. Ik kan je teasen, kan je het aan, want ik zet het op je neer. Oh my god, ik kom er net achter dat ik letterlijk alles in slow motion heb gefilmd. Dit is echt zo dom. Oké, okay, dus jullie hebben helemaal niks gehoord van de planning. Jullie hebben niet gezien wat ik mijn haar heb gedaan. Jullie hebben niks gezien. Dat is echt niet normaal. Dus ik ga alle slow motion beelden eventjes bij elkaar zetten. Dus dat hebben jullie dus waarschijnlijk net gezien. En dan maak ik er wel gewoon even wat leuks van. Maar ja, goed. We gaan dus, we zouden dus eerst een cappuccino gaan. Maar dat plan is dus veranderd. Want er stond een hele lange file van ongeveer 50 minuten. Dus we zitten nu even ergens anders. Gaan we even eten. We hebben English breakfast besteld. De andere beiden hebben ook lekker eten besteld. Daarna gaan we beginnen met shooten. Ik ga zo meteen naar een waterval toe. Daarna gaan we naar huis omkleden. En daarna gaan we naar de stad. Gisteren was eventjes een wat hectische dag. Want we zaten in de villa. En niet alle content is bestemd voor de vlog. Dus vandaar dat het even wat saaier was. Maar vandaag gaan we lekker op straat en gaan we lekker chillen. Dus kan ik jullie lekker meenemen. Dus enjoy. Echt heel handig dit voor het shooten. Dat was die English breakfast. Ja. Yeah. Wil je worst? Of je worst niet? Jawel. Oh ja, ik lust ook wel worst. Maar ik heb ook een worstje besteld. Maar ze zijn wel klein. Ik heb wel grote verwacht. Maar wel dik. Ja, maar ja. Heb je liever lang en dun of klein en dik? Maakt niet uit als je maar goed werk levert. Nou, we zijn dus nu bij de waterval. En ik zie dus allemaal die foto's met roofvogels en dingen. Ik hou er echt niet van. We zijn ook echt bij een ravijn. Serieus, ik vind content maken echt heel leuk, maar echt dit niet. Ik vind het echt kut. Och, kut natuur. Ja, sorry, ik mag het niet zeggen, maar ik hou er niet zo van. Dat hitte ook. En je hebt ook nergens een wc. Maar goed. Nou, de waterval hebben we dus niet kunnen vinden. Dus we hebben daar even wat leuke foto's gemaakt. Echt kapot, het is zo. Nou guys, we zijn lekker thuis. Ik ben weer aan het opfrissen. We hebben de hele dag geshoot. En het was echt super leuk. En nu gaan we dus al meteen naar de stad toe. Waar ik heel veel zin in heb, eindelijk. Want, weet je, ik heb eerder gezegd nog niet echt een hele goede indruk gekregen van Marbella. Want ik zou er eerlijk gezegd zelf op dit moment, hoe ik hier nu ben geweest en zou ik hier niet naartoe gaan, dan gaat mijn voorkeur eerder uit naar Ibiza. Ik weet niet, als ik daar land, dan voel ik me gewoon thuis. Dus ik snap de hype niet. Of ik ben gewoon nog niet op de goede plekken geweest, wat ook zou kunnen hoor. Want we zijn alleen maar bezig met content maken. We gaan vanavond weer allemaal content maken. En reels. Maar goed, ik ben nu bezig met mijn neuscontour. Ik heb toevallig hier, ik weet niet of jullie het kunnen zien, ik heb het geprobeerd te coveren. Maar ik heb dus
Ik had dus twee puisten en je zag het dus heel duidelijk, hè, op alle foto's. En toen heb ik dus, let op, met deze naald een gaatje geprikt in mijn puist om het zeg maar uit te knijpen. En toen, ja, kwam er niks uit. Ga me niet zeggen. You're right back. Come later. Nou, we hebben net geshopt. Ik heb even wat geshopt bij de Sephora, maar ik ga het terugbrengen, want het kartje stinkt. Maar we zijn nu bij Dolce & Gabbana. En we zijn lekker aan het eten. We hebben net een lekkere dekentje gekregen. En het ruikt super lekker, de dekentje. Nou, we hebben heerlijk gegeten en we gaan nu weer lekker terug naar de villa. En morgen weer een nieuwe dag. Nou, allemaal. Sorry, jongens. Ik lig lekker in bed. Ik ben zo ontzettend moe. We hebben net buiten nog even lekker een kopje thee gedronken. En nu ben ik lekker in bed. Ik lig lekker in bed. En ik ben zo super moe. Deze twee joekels. Het zijn geen joekels meer. Maar ik heb er gewoon echt enorme wonden van gemaakt. Het is echt zo kut. Zijn echt verschrikkelijk. Maar morgen weer een hele leuke nieuwe dag. Ja, ik denk echt dat... Dit is echt geen vakantie hoor jongens. Het is echt keihard werken. Ik ben echt kapot. Weet je, we eten wel op leuke plekken, we doen wel leuke dingen, maar het is wel echt, heel vermoeiend. Op blijf ik zo meteen weer lekker terug gaan naar Nederland. En dan gewoon ook echt eventjes, weet je, een lekkere vakantieboek en gewoon lekker weggaan. Ja, yeah, I did it for one time now and she said too, you have to do it each 3 months. Ja. Yep. So I have to go again. Nou, ik heb me dus helemaal klaargemaakt. Ik heb een heel leuk setje aan voor het strand. We gaan nu shooten op het strand, super veel zin in. En ik ga jullie gezellig meenemen. Dus ja, ik heb net buiten ook nog heel even wat geshoot. Ik moet zeggen dat het wel echt super gezellig is met iedereen. En dat we het echt heel goed met elkaar kunnen vinden. En het leuke is ook, zeg maar van kijk. Die andere meiden die doen dit al veel langer. En ja, ik leer ook echt serieus van hun. En dat vind ik gewoon extra leuk dan. Dus ik ga even lekker een parfummetje spuiten. Kijken. Normaal deel ik mijn parfum niet, maar ik ga het nu wel doen. Ik heb deze. Super lekker is deze. Het is echt... Als je dit geurtje ruikt, dan ruik je mij. Oké, dus we zijn nu op het strand. Er kwam net een man. Ik weet niet of je hem kan zien. Maar we moeten hier dus weg. En ja, het is niet het mooiste strand. Maar goed, in ieder geval. Ik heb hier net wel even wat mooie foto's kunnen maken. We gaan nu gelijk weg. Ik moet zeggen, de stranden op Marbella. Mwah. Eigenlijk mag ik er ook niks over zeggen. Want het is het eerste strand waar ik geweest ben. Maar de vibe hier is niet zo. Dus ik ga zo meteen even op Google opzoeken wat nou echt... Ah! Oh, ik sta niet! Ah! Eeuw! En dan willen ze ook nog dat je betaalt voor dit strand? No fucking way. Oké, we gaan. Nou, we zijn nu bij een ander strand en ik moet zeggen dat dit er wel echt een stuk beter uitziet. Ik ga zo meteen even wat sfeerbeelden laten zien. We gaan nu eerst even wat eten. Ik ben heel benieuwd. Ik ga even de kaart kijken en dan laat ik jullie zo meteen wel weten wat ik ga eten. Ik heb eerlijk gezegd echt wel heel erg frisse lippen. Oh ja, maar ja, mijn buik wordt dan super dik. En ik moet nog zoeten. Dus dat is wel een probleempje. Al het menu ziet er wel echt heel goed uit. Je hebt hier ook lekkere pasta's. Je hebt echt van alles en nog wat. Seafood, heerlijk.
Ik ga heel even kijken. Ik heb een lekker truffelpastaatje besteld. Kijk even hoe goed het eten eruit ziet. Burrata. Daar. En fries, please. Kijk die calamaris even. Vinden jullie het lekker? Ik vind het echt goddelijk lekker. Wat heb jij? Ik heb sashimi en heerlijke gamba peel peels. Like every day. Anna eet calamaris en? Smaak een 10, structuur een 0. Wat maakt het uiteindelijk een 0? Want die 10 doet niet meer op tegen die 0. Want ja, ik ga dit gewoon niet eten. Je moet dit ook even proberen. Ik word gepest, hè. Nee, maar dat is help heel lekker, me, bescherm me. Ik ben een kleinste. Dit is echt super lekker. Hé? Hey? Maar het is toch echt... Ja, proef maar gewoon in één keer. Helemaal, niet de half. Nee, gewoon dan helemaal. Dan proef goed. Jawel, je moet het echt proeven. Het is echt heel lekker. Gewoon in één keer. Nee. 3, 2, 1. Nee, helemaal je mond. Maar kijk, stel vindt het zielig voor mij. Maar ze gaat er alsnog met de camera bij. Gewoon in één keer. Oké, maar ik ga het niet doorstoppen. Nou, hier ligt dus alle contentkleding. Daar is Lies. En zo ziet het eruit. Super mooi. En hier hebben wij dus geshoot. Heel mooi. Zo, en nu gaan we weer terug naar de villa. Vanavond gaan we lekker eten bij Nobu. Want we zijn uitgenodigd door het platform, dus dat gaan we lekker doen. En dan is dit alweer de laatste avond. En dan vliegen we morgen lekker naar huis. Okay. We zijn nu lekker bij Nobu en we gaan lekker eten. Een lekkere cornstar martini. Heel basic. En we gaan gewoon even wat dingen op tafel zetten en dat gaan we delen. Hier zijn de boontjes al. Hier is Anna. Die weet het allemaal niet. Die weet helemaal niet wat ze wil eten. Het eten. Ja. Ik vind dat wel spannend, want ik lust niet zoveel. Nee, daarom. Ze zijn wel heel erg benieuwd wie gaat uitpakken. Ik denk de levenspinoli hier. Oh. Op een leuke content trip. Ja. Op naar de volgende. Ik heb nog een cocktail besteld voor Lisa. Oh my god. Dit is onze vijfde. Ah! Dit is onze vijfde. Kijk, ze is even aan het vragen of ze erop mag zitten. Yay! Joe! Even een keer op en neer gaan hoor. Gaan we op en neer. Doe maar. Tjuk tjuk tjuk. Hey, wacht. Vertel. Wacht. Op zijn sokjes. Voor de vlog. Wat zeg jij? Goed hoog water. Allemaal los aan het gaan. Deze is super classic. Zo mooi. Kijk. Geslaagd. Ik ben zo blij. Kijk. Echt goed geslaagd. Ik heb twee paar, één paar slippers en nog leuke schattige instappertjes. Ik ben echt blij. Deze wilde ik heel lang, maar het is nog afgehaald. Chillen. Nou, we gaan lekker naar huis. Zoveel zin in wel eigenlijk. Nou, we zijn op de airport. We hebben dus nu de auto's teruggebracht en we gaan nu onze koffers pakken en dan inchecken en weg. Wat heb jij? Een paracetamol. Oh. Een paracetamol. Ja, oh, ik ook een paracetamol. Jij wil je ook zo lekker? Nee, ik heb ze hier voor jou. Antidol, 1 gram. Een compramidos. Paracetamol. Er staat dus Capulet. Para adultos. Nou, jij bent wel adultos. Je moet 16 años zijn. Oh, ik kan ik hier een ding vette veel voor jou. Lekker. No, now we will create the link, but don't worry. Ja, then I can put. Nou, we gaan naar huis. Eindelijk! Woe! Met onze Big, nee, niet eens Big Mac, Burger King. Oh shit, wacht. Ik krijg het niet. Oh, ik vlog en het gaat allemaal niet. Bye! Bizar. En we komen terug in Nederland en we gaan gewoon naar één
Nou, ik ben terug in Nederland. Let niet op mijn vogelnest. Maar goed, ik zou jullie nog even laten zien wat ik bij Chanel heb gekocht. En dit zijn dingen die ik al zo lang wou. Ik heb deze slippers gehaald. Hoe cool mooi. En nu heb ik nog een paar gehaald. En dat was al helemaal... Ik was in die Chanel winkel. Ik kwam daar voor slippers. En je weet natuurlijk nooit wat ze hebben. Maar ze hadden precies de slippers die ik wou. En ik keek zo in die la. En ik zag deze. En oh mijn god. Ik ben zo in love met deze. Ik wilde deze al zo lang. Alleen ze zijn altijd overal weg. En nu heb ik ze gewoon. Dus deze heb ik nu. En ik ben er echt heel blij mee. Ik heb helaas die tassen moeten achterlaten in Marbella. Maar ik heb wel de dozen nog. Dus het is niet zo'n hele fancy unboxing. Maar ja, jullie kennen mij. Het is niet altijd even fancy bij mij. Maar ik heb ze wel. Nou, ik ben dus weer thuis. Helemaal geacclimatiseerd. En ik ga dus nu onderweg naar een show. Ja, het is echt super chaotisch allemaal, maar wel heel vet. Maar ik ga dus nu naar een show toe. En dan vlieg ik over 3 dagen naar Ibiza. Ja, bro. Maar goed, wel heel leuk. Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren vanavond. Ik zie het wel. Misschien dat ik een biertje op mijn kop krijg. I don't know. Maar ik ben gewoon een Sonic. Dus het komt wel goed. Zie je zo. Dit is mijn outfit. Dit draag ik voor vanavond. Ik heb mijn in-ears mee. En dan gaan we even lekker knallen. Redouane en Shane gaan mee. Redouane is mijn tour manager. En Shane die draait. En die ga ik nu eventjes groeten. Kom op, even scherp. Nou, het is gelukt. We zitten weer in de auto. En nu lekker naar huis. En slapen. Nou, we laden dus de auto op. En... Beach Buggy Racing 2 Tesla van Shane. Jee. Nou, ik ben heel benieuwd. Gewoon even racen, jongens. En dit was dan de weekvlog van de content trip. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond de trip in ieder geval super leuk. En ik vond het vloggen heel erg leuk. Ik merk hier en daar nog wel dat ik er weer een beetje in moet komen. Maar dat is normaal. Want het is weer mijn eerste vlog. Ja, na even kijken, 5 jaar. Maar ook daar zit natuurlijk weer groei in. Dus doe een duimpje omhoog als je dit een leuke vlog vond. En als je meer wil zien... ik ben nu ook bezig met de Ibiza-trip filmen en dus weer een nieuwe weekvlog aan het filmen. Dus laat een comment achter als jij die vlog wil zien. En dan zie ik jou misschien wel volgende week. Doei doei! Link up met mijn baddies, we gaan ballen in de mond. Al die skate bitches aan het bidden dat ik vlog. De BD in mijn DM, hij is dorstig.